lunches voor. Ja. En bij de eerste was het. Ik zal het wel doen. Zolang het duurt, Frans Hendricks blijft bezorger van kleine, meestal behoorlijk stoere sporten. Motorsport, rugby, bobsleeën, gewichtheffen en worstelen. Ook al was hij de oprichter van de bobsleebond, ijshockey was echt zijn sport. Hier, vlak bij onze Vechtse banen, samen met mevrouw Hendricks, een nieuw naambord voor dit fietspad te mogen onthullen. Ter herinnering aan deze bijzondere sporticoon en stadgenoot. Die kan er.